Beneden, beneden. Omhoog, omhoog. Yo! Daar zijn ze weer. Nou, we hadden net al opgenomen, de aflevering van nu op Doom, maar ik was nog gekwit. Dat gebeurt niet snel, rage quitten. Maar het was zo, jullie hebben de vorige aflevering allemaal kunnen zien, dat was natuurlijk met een takkensniper, om zo maar te zeggen. En dan kreeg ik 10 keer een hitmark of zo, dat ik vind dat eigenlijk het wel worden. Dat is één aflevering weer leuk. Nu kreeg ik 5 keer op rij met een L118. Dat ik vis eigenlijk snipe en dat ik een hitmarker op, hij zet ook uit 99% damage, 5 keer op rij of zo, en dat hij bijna daarna snipe. Ja, toen was ik klaar. Het ging er even uit, dan heeft het voor mij eigenlijk weinig zin. Het moet wel een beetje, ik vind het leuk, het is een fun serie, maar het moet wel een beetje realistisch blijven. Maar als ik 5 keer op rij hitmarkers krijg en een vis me uiteindelijk killt. We spelen ook met de L118, dat natuurlijk een hitmark ding is. Nou, en weer, zo ging het net dus ook, en dat ging eigenlijk wel. Ik snipe hem, mensen kunnen het zien, ik zal een slow-mootje in editen, volledig is de smoel. Ja, je mist hem, je mist hem, je mist hem. Ja, die trooienhuiver. Ja, ik ga hier het. Ja, ik hit, een hitmarker had jij. Oh, op jou had ik. Ik had geen hitmarker. Kut! We gaan naar mijn trooienhuiver, ik ben naar mijn trooienhuiver, ik drie keer dood gaan, nu is het klaar. Faal. Jezus. Kut! Zo, slecht zeg. Kut, sorry! Jongen, jongen, jongen. Ja, ik krijg veel in Marcus. Zo, dat was een quizkoop. Het was geen hooskoop, hè? Dat was een quizkoop. Ja. Kut! Ik schiet 3 keer door je heen, echt waar. Ik schiet echt door je heen, gewoon, omdat jij jumpt natuurlijk. Je raakte me niet. Je had geen hitmaker. Mijn ding deed het niet. Blokkeerde weer eens? Ja. Ja, dat klopt. Dat kan wel. Hé? Hey? Dat is niet slim van je. Ja, maar nou... Oh, ik ren nog terwijl ik spawn ook. Dat is heel raar. Ja. Dat, en ik spawn daar. Daar kan ik weinig aan doen nu, Paul. Ja. Dat is gewoon een kutspawn, was dat. Ja, in het huis. Ah. Kom op, kom op, kom op. Oh. Hé, throwing knife nog. Oh, die was hier lekker. Nou, ja. Dit is wel echt bullshit dead natuurlijk ook, hè. Nee. Spawn deads. Ik heb nou 2 keer spawn deads. Lekker dan weer. Er zit veel bullshit in. Nou, als ik hem win, ja, dan gaan we gewoon door met opnemen en doen we een rematch. Omdat ik net dus gekwit was terwijl vis. Nee, laat maar. Dat maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Ja, zeer lekker. Ja. Nou. Nee, laat maar. Gaan we door. Gewoon doorgaan. Nee, klaar. We gaan zo meteen, een beslissing wordt een spray bed op. Met godverdomme, Chris! Nou ben ik zo, dan ben ik ook super traag. Ja, nou, omdat ik nou. Ik krijg geen hitmarker meer. Ja, nou ben ik ook super traag aan het worden. Ja, je gaat nog geen slecht spel komen. Ik ga op een gegeven moment dat je geïrriteerd raakt. Ja. Oh! Die was wel mooi. Maar stop hem, we gaan gewoon door met opnemen. Maar stop hem, we gaan nu spray. Want Vincent is gewonnen, net hebben we alleen. Ik stop erop na. Oh ja. Dat is lekker. En dan staat het. Nee, dus nu staat het gelijk, want ik was net geragequit. God. En dan gaan we een spray final battle doen. Het is gewoon iets langere aflevering, maar ja. Waar ben je? Binnen? Ja. Oh, oké. Loop tegen. Dat is zo. Nou, what the fuck, blokkeer dat nu weer. Ja, ik ben ook steeds dat hij blokkeert. Ja, om de jump tegelijkertijd. Maar je ziet het verschil waar net allebei de L18. En ik heb zoveel hitmarker dat ding. Dan speel ik ook als ik online speel altijd met de MSR. Omdat de L118 is gewoon een hitmark gun. Oh, ik heb geen. Ah! Jezus, mensen. Zit je? Ah. Oh, hier? Ja? Wat de fuck, Paul? Oh, dat was wel snel van mij, hoor. Ja, maar ik probeer te quiz komen, maar ik kan het helemaal niet, joh. Lukt soms een puntje per ongeluk. Ah! Oh! Ah! Een headshot! Ik ga wel voor de final kill.
Godverdomme. Tjonge, jonge, jonge. Zit je? Oh, daar. Oh, de bullshit! Oh! Wil jij een quickscope? Waar, Tom? Tel, die mis ik! Ah! What the fuck? Ik miste zelfs die. Tjonge, jonge. Dan gaan we dus een beslissing. Ik had nog aardig terugkomen trouwens, ik had 6 kills omdat ik dus net, die hebben alleen die opname niet meer, want die is gereden. Face won net 8-4 of zo, 8-3. 8-3 denk ik, toen ik quitte. En ik stond op 10 kills, ik stond 500 punten in het begin van de aflevering, dus ik had 10 kills. Hè? Ik stond op 500 punten in het begin van de aflevering, dus stond op 10 kills. Ik krijg 50 punten per kill. 10-4 of zo, ik weet niet of dat stond. Ja. En dan gaan we nu door. We gaan nu deze week, deze telt niet, want ik was net gekwit. Dat zie je alleen niet op dingen. Dan gaan we nu gewoon een beslissing, maar dan moeten we even een andere sniper pakken. Ja, maar er is weinig anders dan deze, want anders krijg je weer zo'n spray-ding, de AS-50. Ja, maar wel een spray die je doet. Nee, je hebt de Barrett nog. Ja, dat is ook wel een spray. Ja, maar dat is wel ook quickscope. Ja, maar dat... Oké. Of we doen hipfire only. We mogen alleen maar hipfire. Ah, dat kunnen we wel doen, ja. Ja, met dat de Barrett. Dan kan je met de Barrett doen, ja. Ja, ja. Barrett. Attachments. Stability natuurlijk. Ja, nou, dan gaan we dat dan ga ik wel steady aim gebruiken trouwens. Oh ja, dat is wel steady aim, want ik anders... Ook, ja. Niet vergeten, volle andere kant. Steady aim, zo. Dus deze tel die staat nog steeds 2-2 weekly. En nu gaat de beslissing komen in deze match. Ik word off record won 4. Maar mogen we ook geen throwing knife gebruiken? Ja. Hipfire en throwing knife. Oké. Mag echt, dan moeten mensen goed kijken, zo kijken dat je niet aimt. Nooit. Je mag ook niet knife, alleen throwing knife. Dan moet je gewoon reloaden, wegrennen. Dat is echt zo kut, dat is echt zo moeilijk. Oké. Hipfire only, naar de hamer. Dan kunnen we ook Olaf en Greta staan. Zo, ze te indrukken, toch? Ja. Oeh, ze kilt ook. Ja. Ik wil gaan schreeuwen als Greta. Oh, dat moeten we wel een keertje doen trouwens, iets met Olaf en Greta. Want... Ik ben nu op mijn telefoon gehad, dus je tante zegt trillingen. What the fuck, zeg! Wat is dat nou? Dat gaat even... Kool zijn bijna op al, hoe kutte. Ah, je hebt weer kogels. Ja, dat scheelt wel, ja. Ja, dan spray je ook gewoon dit. Hij gaat helemaal omhoog, je wapen dat, toch? Ja. Dat dan geluk. Nee, dat is gewoon je kill, hoor. Oh, ik heb geen troon aan. Oh wel. Ja hoor. Komt die vis vangen. Oh! Ik wou bijna aimen, dat gaat vanzelf. Ja, weet ik. Nee! Hoe kill ik jou dan? Heb je geaimd? Nee, ik aimde niet. Nee, ik aimde niet. Tuurlijk niet. Wat een lul. Waarom niet? Ja, maar... Ja, gaat schuin lopen, dat je wel aim fire. Hé? Oh, je hebt opgepakt, vuile hufter! Ja, ja. Drooing naar je opgepakt, hè? Dat is al... Ja, mag het ook niet meer ineens? Nee, dat mag niet. Wat? Eén kogel! Eén kogel! Wat is mijn mes? Mijn mes! Kijk, ja, wat een mazzel! Eén kogel, inderdaad. Wat is mijn mes? Jezus, mensen, wat ben je? Oh, je bedacht, man, schat. Ik moet een keer mes zoeken. Hier heb je mes. Nou, wat een mazzel! Die gozer heeft dat vaker gedaan, hoor! Die heeft te veel Olaf gedaan. Nee, niet, hoor. Ik had al hipfire, hè? Jij bent trouwens een hipfire begonnen altijd, hoor. Ja, hipfire heel veel als ik altijd in gameplay zie altijd. Gewoon met je MP7 zo. Ik doe het niet zoveel. Ja, maar hipfire, ja. Een kleine nood, echt in nood. Maar jij gaat wel eens hipfire om te duel aan. Hè? Huh? Dat is ook een hele raar kill. Dat was ook een one bullet, was dat hoor. Ah, nee! Ik stond een kwartier te wachten, jij hè? Ja, ik stond precies geaimd met dat ding. Oh, gaat die bukken! Hufter! Ik doe dat de hele tijd al, joh. Dat moet je gewoon doen, dropshotten, zeg maar. Nou ja! Kom op. Dat sloeg ook helemaal nergens. Ik ga met mijn tong uit je mond gaan, als je spreekt. Ja, Greta-stijl, hou wel. Ja! Nah, wat een Britney! Dropshot, zeg. Ik ben gewoon een goede dropshotter. Ik deed Scuffy ook nog.
Jongen. Waar ben je? Hier. Nee, ik schoot omhoog! Wat de fuck? Ik schoot hem op een headshot? Ja, de laatste kogel was de headshot. Nee, scuffkicker! Wat is scuffing? Hè? Ik dacht mijn mes ging echt raken, joh. Oh, trouwens kan ik nog koos Kevin, jezus. Oh, nee, jezus, Mina, die had al 3 keer raak moeten zijn. Nou, dus ik wou het beter doen, natuurlijk. Hekklitsen! Door het hek heen! Hekklitsen. Die was al vet door het hek heen. Kom nou! Wat toch niet? Kijk eens hoe ik je kill. Als je in de kill kijkt. Nee, ik denk er wel weg. Godverdomme zeg. Nee! Jezus mensen. Je wil echt gaan mikken steeds. Dat doe je dan maar niet. Nee! Oh nee ja. Nee! Na, weer getrouwing knife! Ik ben wel baas met dat ding nu hoor, trouwens. Nee! Headshot! Nee! Jumping scuff kicker! Game over, pal. Game over. Hé? Hé? Echt. Headshot! Headshot! Kom spawnen! Schijtbank! Jongen. Headshot! Hoe was die laatste? Jumping Jack Flash, kom. Nou, kijken. What the fuck, zeg! Dit is en daarom zijn snipers kut. Waarom vinden we snipers ook kut? Oh ja. Jezus, wat een random crap zeg. Dat je zo kills kan maken, dat slaat toch helemaal nergens op gewoon. Oh, jezus mensen, nou ja. Nou, Vince wint hem, uiteindelijk, na een lange sessie. Ja. De vorige aflevering was 4 minuten, deze is 13. Dat wil je weten. Maar ja, alleen te goed. Vorige korte aflevering met echt een kut sniper, die DSR, hoe heet dat ding? Nee, de XPR. Weet ik hoe het tyfus ding heet. Dit is wel leuker. Dit is een Barrett, die ging nou natuurlijk hipfire, maar deze voelt gewoon lichter en zo. Dat ding in Black Ops 2 is echt een tyfus ding, nooit meer sniper. Het is een half RS AS6 of ja, een AS50. Ja, die ging hipfire, maar als zou je gewoon de battles doen, nu is het veel leuker. Barrett is wel leuk om met sniper, maar ja. Die zware Black Ops 2 wapens, ja, die Black Ops 2 wapens zijn sowieso gigantisch gefaald. Allemaal. Qua snipers zijn ze allemaal een beetje kut eigenlijk. Ja, maar ook gewoon behalve de LMG's en die tanden, die zien er niet uit, staan lomp en groot. Je hebt een paar leuke SMG's mee te spelen. Je hebt de M-TAR, je hebt de AN-94 en dan houdt het op misschien de M27. Ja, M27 wel, ja. Ja, de M27, maar ook niet zo verlegen bij. Laat zo zeggen, als in Black Ops 2 iemand had headfucken ergens en je hebt een M7, ben je kansloos. En bij MB3 ben je echt niet kansloos. Als iemand met een ACR zit, headlitsen, dan kan je hem killen. Ja. Als je een beetje behendig erop afrent, dat kan. Maar dat kan bij Black Ops 2 met de headlitsen, ben je kansloos. Kansloos, elk wapen. Behalve met een LMG Target Finder of met een sniper. Ja. De rest kan je gewoon, als iemand headlitsen, staat hij zo. En er zijn heel veel headlitspots, dus ben je zo kansloos tegen. Maar ja, dat is een heel ander verhaal. Ja. Thanks for watching, Fish wint. Nou, een rare wedstrijd. Eigenlijk heb je alleen maar gezien dat ik won, maar daarvoor het Fish is geworden. Niet denken van, hey, dat is vals. Nee, want Fish had daarna voor 10-4 of 10-5, toen quit ik hem. We worden even klaar. Ja, en dat is echt zo. Ik had echt drie keer, nee, voor mij had ik 3 keer echt 99% damage. Ja, 3 keer op rij, 99% damage. En dan ging je dus, in plaats van 7-7, stond toen 10-4. Ja, dan ben je klaar. Toen dacht ik, ja, stop maar. Ja. Moet ik even afkoelen. Dus, en hij wou hem eigenlijk uploaden, maar ik wou zei van nou, gaan we opnieuw. Ja, Vis, we doen dat opnieuw. Ja, ik zei, upload maar gewoon, dan zien we gewoon kwitten, maar dat doe ik opnieuw. Dus het is zo geworden, een lange aflevering. Thanks for watching. En een like, hè. Tot volgende keer, bye bye.